Hoi, welkom bij het Leerkanaal. In deze video ga je leren welke breuken, procenten en welke kommagetallen hetzelfde betekenen. Aan het eind van deze video kun jij met de regels die je gaat leren dit overzicht samen met mij invullen. Maar we gaan eerst wat simpeler beginnen. Ik heb hier een paar eenvoudige breuken staan. En die ga ik omzetten naar een kommagetal en naar een percentage. Nou, om een breuk om te zetten naar een percentage moet je zorgen dat de noemer van de breuk 100 wordt. 1% is namelijk 1/100ste. Dit wordt dus 50%, 1/4 wordt dus 25% enzovoort. Nou, als ik de breuk weet en ik weet het percentage, kan ik ook vrij eenvoudig het kommagetal opschrijven. Maar wat als je een breuk hebt zoals 7/8ste? Ik moet 8ste omrekenen naar 100sten. Nou, dat lijkt me best een pittige zaak, dus gaan we andere regels hanteren. En dat zijn de regels waar deze video over gaat. Let goed op, bij een kommagetal kun je ook de teller door de noemer delen. En om dan een percentage te krijgen, ga je dezelfde som doen, teller delen door de noemer. Maar ga je daarna ook nog eens keer 100 doen. Nou, ik doe het 1 voor 1. We beginnen gewoon bij deze 7/8ste die hier toch al staat. En ik ga de teller delen door de noemer. 7 delen door 8 is 0,875. Dit mag gewoon op je rekenmachine, hè jongens. Nou wil ik een percentage weten. Ik vermenigvuldig de uitkomst van het kommagetal met 100 en dan kom ik uit op 87,5%. Ander voorbeeldje, 3/6. Ik ga de 3 delen door 6. Daar komt het kommagetal 0,50 uit. Ik vermenigvuldig dat met 100 om een percentage te krijgen. En dan kom ik uit op 50%. Nou, klopt als een bus, want 3/6 is hetzelfde als de helft. Nu komt er een pittige breuk aan. 14/56ste. Nou, we kunnen nou even niet anders dan de teller te delen door de noemer. Kom ik uit op 0,25. Ik vermenigvuldig dat weer met 100. En dan kom ik uit op 25%. Dus 14/56ste is hetzelfde als 25%. Nou, nu gaan we samen dit overzicht invullen zoals ik je beloofd heb. Maar eerst wil ik je even vragen om te abonneren op het Leerkanaal. Ik ga 3/5 omzetten naar een kommagetal. Ik ga 3 delen door 5, dat is 0,6. Nu ga ik het percentage berekenen door die uitkomst te vermenigvuldigen met 100 en dan kom ik uit op 60%. Nou, dit heb ik je heel de video al laten zien. Ik denk dat je dat nou al kan, maar nu gaan we naar de tweede regel. Ik weet alleen het percentage. Vanuit het percentage moet ik nu een kommagetal en een breuk gaan uitrekenen. 12% is hetzelfde als de breuk 12/100ste, want 1% is hetzelfde als juist 1/100ste. 12/100ste kan ik nog vereenvoudigen. Ik neem aan dat je weet hoe je een breuk moet vereenvoudigen. En dan ga je de teller delen door de noemer. En dan kom ik uit op een kommagetal van 0,12. Nou, ik heb het goed gedaan, want als ik 0,12 vermenigvuldig met 100, dan kom ik precies uit op 12%. Deze was ook misschien nog goed te doen. Nou gaan we naar de laatste. Je moet ook kommagetal omrekenen naar een procentteken en naar een breuk. Nou, hoe ga je dat aanpakken? Nou, het kommagetal vermenigvuldigen met 100, daardoor krijg je een percentage, 45%. Als je het percentage weet, gaan we weer naar voren, weet je ook de breuk, 45/100ste, wat 1% is 1/100ste. We hoeven alleen nog maar even de breuk te vereenvoudigen. En dan zie je dat 9/20ste hetzelfde is als 0,45 en hetzelfde als 45%. Nou, op het Leerkanaal staan nog veel meer video's over rekenen, breuken, geschiedenis en ga maar door. Neem eens een kijkje, vergeet niet te abonneren. Blijf kijken naar het Leerkanaal, dan blijf je leren.